Welkom bij de Game Contenters. Vandaag ga ik een potje FIFA 22 spelen. Kijk gerust mee tot het einde hoe ik een potje FIFA speel. Vandaag zal ik kiezen voor een klassieke wedstrijd. Ik zal vandaag starten met Feyenoord tegen Vitesse. Een hele goede middag, beste kijkers thuis. Eigenlijk ja, is het jammer dat u thuis kijkt, want het is prachtig weer hier. En daarmee heerlijk toeven in dit stadion in afwachting van de aftrap. Wij proberen het weer en de sfeer in uw huiskamer over te brengen. Ik ben Sjoerd de Vos. En vergezeld zoals altijd door mijn collega Jeroen Gruut. Samen leveren we vanavond het commentaar bij deze wedstrijd. Het is tijd voor een ouderwetse pot Eredivisie voetbal. Dit is Feyenoord tegen Vitesse. Oh, ik zie het. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb hier lang naar uitgekeken. Het is op papier een geweldige wedstrijd. Het zou wel eens sensationeel kunnen worden. Misschien wel historisch. Feyenoord gaat in de aanval. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Nou, dit is absoluut geen saaie wedstrijd. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ja, het is allemaal een wat onfortuinlijke carambolage. Bij de eerste inzet zit die keeper er nog prima bij, toch, zie je het? Ja, en daarna komt de bal toch weer in het spel. En dan gaat hij erin. De score is geopend. Het is 1-0. Nummer 11. Brian Linssen. Offensieve intenties bij de Arnhemmers. Bal kwijt aan de tegenstander. Die daarmee het gevaar bezworen heeft. Brian Linssen. Trekt naar binnen. Pegelen maar. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor. Die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Nee, er zit iemand tussen. Hij gaat verder. Alireza Jahanbakhsh. Zwak verdedigend werk. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Komt de hoekschop in het midden. Er zit iemand tussen. Oh, wat gaat hij handig langs de tegenstander. De bal nu alweer ingeleverd. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Hij heeft gelijk, maar het scheelt niet veel. Hier wordt goed opgelet door de tegenstander en dan staat die speler buiten spel. Maar het scheelde weinig. Alireza Jahanbakhsh. Door die actie is hij de bal kwijt. Inworp voor de tegenpartij na die actie. Zo'n bal is natuurlijk makkelijk te onderscheppen. Brian Linssen. Torenstra. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp.
niet meer aan de bal na die tackle. Dit is een inworp. Een zeer speciaal verzoek van Daniel aan Sandra. Lieve Sandra, je maakt me zo gelukkig. Wil je als je met me trouwen? De bal kan nu voor het doel worden gegooid. Dit levert ze een hoekschop op. De bal komt voor het doel. De tegenstander werkt hem weg. Knappe verdedigende actie. En weer een balbezit. Paas wordt eruit gehaald. Hij rukt verder op. Dat is een gevaarlijke steekbal. Keeper redt en het spel gaat door. Als deze hoekschop tot een doelpunt leidt, is het verschil 2. De bal komt voor het doel. Hij wordt weggewerkt. Gaat dit wat worden? Deze kan erin! Hij net iets te vroeg gelopen daar. Komt steeds meer naar voren. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Ze kunnen snel uitbreken nu. Die defensie reageert veel te traag. Ja, handbaks kan deze maken. Boom, koekoe, confetti. Ja, ja, de tegenstander was totaal niet bedacht op die counter. En dat komt ze nu duur te staan. Maar tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. De verdediger... totale bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Die speler moet vervolgens wel hard werken om aan de bal te blijven. Want hij wordt min of meer onder de voet gelopen. Maar op de een of andere manier blijft hij toch staande. Dat is heel knap gedaan. En weet hij ook nog de doelman te passeren. Magnifiek. De bal weer heroverd. Feyenoord aan het aanvallen. Een kans van heel dichtbij. Het spel gaat verder naar die redding. Die bal verdwijnt in het net. Ja, het ingrijpen van de doelman is wel schrijnend. Hè? Nee, die maakt hier geen goede beurt. Dit mag hem nooit overkomen. De bal zo tegenhouden en hem dan weer terug in het veld laten komen. Ja, dan kun je erop rekenen dat het fout gaat. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. De ruimte ingestuurd. Bal opgevangen en meteen weer weg. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Nou, zoals u ziet is Feyenoord vandaag het meest in balbezit. Die middenvelders lijken haast ongenaakbaar vandaag. Als dit geen monsteroverwinning wordt, nou, dan weet ik het ook niet meer. Goed, alle reden denk ik om nog eens even te kijken wat er allemaal gebeurt bij deze goal. Het begint natuurlijk allemaal met die gevaarlijke steekpaas. Wat een mooie actie zeg maar die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We gaan verder met een afgetekende score. 4 tegen 0. Brian Linssen. Field official geeft aan 2 minuten extra. Ja, kat voor Torenstra. Hij keert dat schot.
in het midden van de 16. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Zou wel eens wat kunnen worden. Je handbaks, ja, schot! Er wordt gefloten voor de rust. En het is nu al 4-0. Zo gaan we de rust in. 4-0. We gaan gauw even verder. Kijken of we nog meer doelpunten kunnen scoren in de tweede helft. Aftrap tweede helft. In het eerste bedrijf maakt één ploeg de dienst uit. In plaats daarvan komt nummer 8. Hij pakt de bal en begint dan uit. En het wordt uiteindelijk geen doelpunt. Maar ja, er staat een keeper. En die voorkomt dat. Ja, terwijl dit toch eigenlijk een zeker doelpunt was. Corner van Oussama Tanane. Een poging die bal weg te werken mislukt. Richetli Bazour. Deze tackle loopt goed af. Guus Til. Zo hoor je een sliding te maken. Goed werk. Daar is ondersteuning van een teamgenoot. Dit kan wel eens gevaarlijk worden. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding, zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Voor het doel gegeven. Een zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Goed ingegrepen en de bal weer in bezit. Alireza Jahanbakhsh. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Gaat er nou dinsdag eens op oefenen op zo'n inworp? Oh, het is dinsdag. Nou, woensdag dan. Ze mogen een inworp nemen. Op de vleugel voor een voorzet. Ze krijgen die bal maar niet weg. Ja, als je daar de bal krijgt, sta je dus buiten spel. Dat is toch geen slimme actie, Jeroen? Dit is inderdaad wel heel nonchalant allemaal. Je moet altijd op je positie letten. Senesi. Ryan Linssen. Goeie tackle en bal terug in bezit. Die zit er mooi in. Laag in de hoek geschoten. Ja, dit is toch wat we willen zien hoor. Dit is echt een schitterende actie. Hij gaat zijn man voorbij en maakt hem dan heel netjes af. Vijf tegen nul alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Komt er een doelpunt aan? Moet nu een keuze maken. Ja, koekoek. De techniek.
druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Ja, her en der zie je wat beschuldigende blikken, maar om de keeper nou de schuld te geven van dit doelpunt, ik weet het niet. Als die eerste doelpoging nou op een betere manier was verwerkt, was dit denk ik niet gebeurd. Een monsterscore inmiddels. 6-0, afgetekend. Brian Linssen. We hebben nog 20 minuten te gaan. Door die actie is hij de bal kwijt. Oussama Tanane. Ze komen weer in balbezit. Inworp voor de tegenpartij na die actie. Guus Til. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Niet veel, maar toch de kans. Ja, redding, yes! Oh, dat doet hij fantastisch zeg. Want van dichtbij wordt die bal op doel gewerkt, maar hij reageert heel snel. En dan voorkomt hij je doelpunt. Nee, er zit iemand tussen. Er ligt ruimte voor de counter. Die tackle bracht hem kort uit balans, maar hij kan door. En met de bal aan de voet de uitbraak. Ja, die is goed raak zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Alles gaat goed hè, bij deze goal. En zo makkelijk is het allemaal niet. Moet je zien, wat een wapen dat toch is. Deze steekpaas. Iedereen op het verkeerde been. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Goal met dit doelpunt wordt het verschil nog groter. En is de wedstrijd wel gespeeld. Brian Linssen. Die bal wordt goed onderschept. Oussama Tanane. Redding, maar de bal blijft in het spel. Nog 8 minuten van de 90 te gaan. Alleen de doelman nog voor zich. Moet nu een vervolger aangeven. En het doelpunt voor Feyenoord. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Wat een mooie actie, zeg maar, die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. En de coach ziet reden om te wisselen. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Jens Torstra. Wisselkomst bij Vitesse. Brian Linssen. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Die is voor de doelman. Daarvan komt nummer 40. Daan Huisman. Gered door de keeper. Bal blijft in het spel. Guus Til. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Matus Bero. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. De scheidsrechter fluit, het is voorbij. Feyenoord wint.
Ja, deze wedstrijd hebben ze dan uiteindelijk toch. Hierbij winnen we met 8-0. Hierbij bedank ik je ook gelijk voor het kijken. Tot het einde. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter. Mocht je geen reactie hebben achtergelaten, laat dan ook gelijk een reactie achter. En dan voor nu bedank ik je voor het kijken. En tot de volgende gameplay.